Goedemorgen allemaal! It's my birthday, bitches! Hinnek! Ik ben alleen met de paarden, dus dat was het. There's nobody here. Alleen wij, hè Fluff? Oh, daar komt mama aan. Ja, vandaag is een leuke dag, want ik ben dus jarig. En voor mijn verjaardag mocht ik Kiss en Ens rijden. Wauw! En oh, hi. Wat is deze? Stroop en vandaag! En hoe voelt dat je kind 26 is geworden? Ja, voelt wel goed. 26 jaar geleden had jij het zwaar. Ik heb er 26 jaar over gedaan om jou fatsoenlijk in het leven te zetten. Nog steeds niet gelukt. Helemaal. Ja, je leeft in ieder geval nog. Ja, dat vind ik serieus ook wel knap. En ik ben geen tienermoeder geworden ooit. Dus... Nee, en je zit ook niet aan de drugs. Nee, niet nu. Nee, dus maar, het is redelijk goed gelukt. Ja. Ik ga vandaag gewoon mijn dag vloggen, want we gaan een paar leuke dingen doen. Fluffy die is, oh Lotte is daar ook. Fluffy is zaterdag jarig volgens mij. Lotte is zondag jarig. Oh, zo'n feestweek. Feestweek. En we kunnen ook gewoon een tent opzetten en heel veel bier gaan drinken. Zo'n feestweek. Ik heb iets gedaan voor Fluff. Oh. Oh. Fluffy, hoor je dat? Maar we gaan dus vanmiddag ook nog denk ik even met Fluff naar de winkel. Even een cadeautje kopen voor Fluffy. Want morgen, het is vandaag woensdag 31 juli dus. En morgen gaan we vertrekken naar het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Waar ik dus internationaal Grand Prix start met Enzos. Lotte en ik hebben dus gisteren, dus op dinsdag echt al heel erg veel van de kast ingepakt. Ik heb gisteravond ook al mijn koffer een heel eind ingepakt. Omdat ik echt geen zin had om vandaag iets te doen. En dan kunnen we de laatste dingetjes nog. Er zijn eigenlijk van die dingetjes, simpele dingen erin doen zonder heel veel dingen. Is het duidelijk? Nee. Maar goed, dus jullie weten weer dat de internationale wedstrijdvlogs ook aankomen van het WK. Jongen, dat is superpaarden waar ik dan niet WK mee doe, maar gewoon internationale rubriek. En dan hoop ik dat jullie deze dag leuk vinden en dat er heel veel leuke dingen gaan gebeuren. Je bent ook helemaal in Bajil vandaag, dat doe je gewoon expres. Nee, dat was initiatief van nog niet naar paard stoppen. Dat doe je expres. Oh ja, dat heb ik expres gedaan. Kijk eens Fluffy, gaan we deze openmaken? Ja, maar uittrekken. Openmaken. Oh, leuk! Ik vind die leuke. Fluffy, je hebt een cadeautje voor je verjaardag. Oh nee, ik snap het niet. Yes. Zo, hallo hé. Oh, oh, oh. Ga bij mijn moeder weg. Lief hè. Nou, we moeten nog wel even een cadeautje openmaken voor Fluffy. En... Fluffy! Kijk eens, cookies! Wat? Oh, nee. Hey! Ik heb wel even een cookie. Nou, dat is handig dat we nieuwe hebben gekregen. Wat lief! Oh, ik moet meteen janken als ik deze zie. Want daar had Louise toen zo'n plukje haar in. Ja, is geen plukje voor graven. Denken. Oh, dit is echt leuk. Dit is de nieuwe puppy op stal. En kijk eens, ik heb nu een scrunchie gehad voor bij mijn Anki dingetje, want die heb ik vaak aan deze kleur. En Fluffy heeft botjes gekregen, dus super lief van Lotte. En ze zijn helemaal, oeh. Ja, je bent lief. Nou, dit opruimen, dit gaat fout. Zo meneer, wij moeten eens even praten. Ja, dat wil jij ook hè. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Op mijn verjaardag? Nou, Kis die dacht, het is een verjaardag. Ik zal er eens even een fantastisch cadeau geven. Die heeft me even vol in het zand geflikkerd. Ik was aan het rijden. En hij was denk ik een beetje te fris. En toen ging mama heel hard niezen. En toen begon hij even te bokken. Dus toen ben ik echt keihard van afgevallen. Ik voel me nu best zielig op zich. Ik vind dit niet eerlijk. Dit is mijn verjaardag. Dit moet een leuke dag worden. Ik heb echt heel erg zeer. En op zich heb ik het best wel eng. Ik ben er wel meteen weer opgegaan natuurlijk. Ik heb gewoon afgereden. Maar daar ben ik niet bang voor. Maar meer dat ik hopelijk morgen nog kan lopen. Zeker rijden. Want ik moet natuurlijk een internationale wedstrijd rijden met Enzos. En ik heb echt heel erg pijn aan mijn... Ja, zeg maar... Het vergroeide gedeelte zeg maar, aan je onderrug. Dus... Ja, daar. Kijk maar in je biologieboek wat daar zit. In ieder geval, nu gaan we... Nee, je hebt het eraf. Nu gaan we de paarden binnen zetten en dan ga ik...
emotie eten thuis met heel veel taart. Hou op jij. En dan zien we weer verder hoe leuk deze dag nog verder wordt. Ja, het begint al echt super. Dat is echt een top verjaardag. Thanks, kis. Daar komen ze aan. De liefste prinsjes. Ik heb geen vastje. Dat is een harde wind. Ja, en Ensel die was dus vandaag echt super braaf. Ja. Echt bizar. Want ja, het was... Ja, want die was eigenlijk een soort van geestelijk niet in orde vanochtend van de wind tijdens het rijden. Maar die heeft echt dus serieus heel erg een soort van zichzelf overheen gezet en zijn best gedaan om mij een fijne training te bezorgen. Want die deed echt heel goed. Ja. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Dus dat is nog niet wel een beetje een verjaardag cadeau. Even drinken. En dan gaan we even alles opruimen, want daar is het nog een zooi. Fiffy. We zouden een cadeautje gaan kopen voor jou. Voor zijn verjaardag. En weet je wat er gebeurde? Mama viel eraf. Dat was één. Punt twee. We staan nu bij de winkel. De leukste winkel ter aarde. Van Fluff. En het is vakantiesluiting. Oh. We kunnen nog wel online bestellen. Sorry Fluff. Het was weer een uitje voor niks. En nu? Wat nu dan? Doei, ik ga een vogel vangen. Oh nee, ik zie een hondje. Zo, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb hier een tasje van Action, want we zijn maar even doorgereden naar de Action of gelopen. En daar hebben we nog wat spulletjes gehaald voor Fluffy's verjaardag. Ze hadden geen, natuurlijk niet een hondentaart die ze wel hadden bij Hip Dogs, maar we hebben gewoon wat anders bedacht. En dan kunnen we zaterdag alsnog Fluffy's verjaardag goed vieren. Ik zal even laten zien wat we onder andere allemaal gekocht hebben. Want, kleine side note, mijn ouders hebben ook nog een nieuwe camper gekocht. Dus we hebben allemaal spulletjes die in de camper moeten. Want we gaan voor het eerst met de camper op wedstrijd ook dit weekend. Dus dat is echt super leuk. Maar eerst zal ik even deze shoplog opnemen van mijn spulletjes voor die ik net allemaal heb gekocht met mama voor Fluffy en nog een paar dingetjes volgens mij. En dan ga ik terug naar Den Bosch, want dan gaan we gezellig in Den Bosch iets drinken met z'n allen. Ik neem jullie gewoon nog even mee op mijn verjaardag. Want ja, dat is leuk. Nou, eens kijken. Hier als eerste had ik deze borstel gekocht. Want die was bij de Kruidvat in aanbieding voor één nog iets. En die gebruik ik altijd als staartborstel. Ik vind dat je zeg maar met van die echte paardenborstels, van die eusterborstelsachtige, trek je heel veel haren uit de staart. En ik vind altijd een gewone mensenborstel met van die pinnetjes met zo'n bolletje aan het eind. Die vind ik echt het fijnst. Dus, en die had ik kapot gemaakt. Dus heb ik een nieuwe gekocht. En dan hebben we hier een doosje voor Fluffy zijn voer. Voor in de camper. Daar kunnen we brokjes in doen. En dan kunnen die gewoon zo mooi opslaan. En dat is natuurlijk super schattig. Zeg schattig design. En die gaat dus in de camper mee. Dan hebben we nog koustokjes. Die zijn ook van de Action. Die halen we daar eigenlijk altijd. Ik vind Fluffy super lekker van die twisters. En ja, die zijn ook, moeten ook mee om hem bezig te houden in de vrachtwagen of in de camper. Als we op wedstrijd zijn, dan dit super schattige hoedje heb ik bij de Xenos gekocht. Het is echt een mini hoedje. Dus voor als hij jarig is, gaan we even een foto maken. En heb ik dit mini hoedje gekocht voor hem. Voor zaterdag is dat dus. Die. Dan heb ik nog dit cadeautje gekocht voor hem. Dan moet ik eigenlijk nog een soort van inpakken. En dat is een maisje. Met een heel erg krakkerige ja, blaadje, zeg maar. Dat vind ik Fluff helemaal fantastisch dat dit zo kraakt. En er zit ook nog een piepje in. En hij is niet zo groot, dus dat is fijn. Dan past hij mooi in zijn mond. Die hebben we dus gekocht als cadeautje. Dan heb ik echt nog een ziekelijke voorraad aan poepzakjes. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat als hij deze op heeft dat hij wel dood is. Onderhand. Dus ja, poepzakjes. Ook voor in de camper eigenlijk misschien wel. En nog meer stokjes. Voor Fluffy. Dan hebben we nog confetti. Ook voor de verjaardag. Die hoort hierbij. Oh ja. Deze heb ik voor Stijn meegenomen. Die vindt hij helemaal fantastisch. Van die eeltsokken. En er zit echt, dat moet je ook echt bij de Action kopen. Want daar zit zoveel vergif in werkelijk waar. Dat gewoon je voeten er bijna van afvallen. Maar Stijn vindt hij heel fijn. En dat werkt ook echt goed. Dus ik vind het ook fijn. even kijken hoor.
Daar heb ik er 2 van overigens. Dan kan die even vooruit. Soms hebben ze die niet namelijk. Dit is een bubble mask. Dat vond ik echt grappig. Dat heb ik een paar keer gezien op internet. En ik vond het wel leuk om met mama misschien samen te doen. Als ze op wedstrijd zijn in Ermelo deze week. Kunnen we lekker bubbelen samen. Dan heb ik nog een 1 voor de verjaardag van Fluffy weer. En nog een 1. Een opblaasbare 1. Ook voor zijn verjaardag. En oh, deze vind ik altijd zo lekker placebo-achtig. Maar het is gewoon leuk. Een neusstrip. Dat is echt zo bij de Action. Dan flik je dat gewoon in je mandje. Ook al weet je dat het niet werkt. Maar het is gewoon mega cheap. En als laatste 2 bakjes voor Fluff. Ook voor in de camper. Dat hij ook daar water en dan voor niet heen en weer te sjouwen. Dus dit is de schade. Ik ga nu gauw Fluff onder mijn arm pakken. En dan ga ik richting Den Bosch. En dan is hij denk ik ook onderhand wel klaar. Mezelf even klaarmaken, want ja, ik loop uiteraard nog steeds in mijn rijbroek. Ik moet wel zeggen, ik heb wel echt best wel veel pijn. Ik ga straks denk ik nog even iets doen om de pijn te verlichten. Want ik moet natuurlijk wel een soort van morgen kunnen rijden. Als het morgen niet gaat, dan heb ik gewoon echt een probleem. Want ik heb serieus echt best wel pijn. Ik zeg er gewoon niks over. Want ik slik nou heel veel pijnstillers. En ik probeer heel veel te blijven bewegen, zeg maar. Maar ik heb wel echt zeer aan mijn rug. En vooral als ik ga zitten, zeg maar. Maar goed, dat zien we vanzelf wel. En niet zo handig, zeg maar. Die actie van Kis. Nou, bedankt. Ik hoop dat je het kijkt. Dit is omdat ik jarig ben. De fit life gaat niet zo lekker nu. En hier had ik net zo'n fonteintje. Ik maak daar echt een. En ik weet niet wie dat heeft geregeld. Wie moet ik in elkaar doen? Heb ik gedaan. Oh, thanks Do. Heb je gedaan? Daarom was je naar de wc. Ja, ik moest even heel snel. Oké. Dus dit hele glas gaat bij Do op de hoofd dadelijk met slagroom. Wat leuk. Nou, nu even genieten. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. We hebben gezellig uitgegeten. Met de whole family. En ik heb nog een heel mooi cadeautje gehad van papa en mama. Zal ik even laten zien hier. Die ligt hier. Dat is namelijk een nieuwe Apple Watch. Dit is de Apple Watch 4. En ik had de 2. En die ligt om precies te zijn. Hier. En die is heel erg kapot. Kijk. Dit is mijn Apple Watch 2. En daar is het schermpje van kapot gegaan. Een tijdje geleden. Kijk, dat zie je hier goed. Die heb ik laten vallen. Face down. En toen is hij kapot gegaan. En Apple Watches, als je dit kapot gaat, dan doet hij het ook echt niet meer. Dus dat is echt heel zuur. Dus ik moest hem laten maken. Hij was bijna €300. En daarom had ik hem heel lang, heb ik hem niet omgehad. Omdat ik dus ja, het niet over mijn hart kon krijgen om deze te laten maken voor €300. Omdat de nieuwe ongeveer, zeg maar, die dan het nieuwe is iets van €480 of zo. En dan vond ik het zo naar om dan voor €300 mijn 2 weer opnieuw te laten maken. Terwijl ze inmiddels alle 4 hebben. Dat ik dacht van ja, ga ik daar ook super duur aan. Maar ik had dus eigenlijk ook niet echt geld om een 4 te kopen. Dus ik zat super in dubio. Omdat ik dus ja, niet wist wat ik moest doen. En uiteindelijk liep ik dus maar de hele tijd gewoon zonder Apple Watch. Maar ja, hij is super handig. Dus niet alleen gewoon echt super fijn, maar ook handig met mailtjes krijg ik erop binnen, appjes, dat soort dingen. Ik kan allerlei dingen bijhouden als ik zeg maar niet bij mijn telefoon in de buurt ben. Zoals ik aan het rijden ben of als ik mis gewoon echt niks daardoor. En dat vond ik altijd super fijn. En dat moest ik heel erg aan wennen toen die kapot ging. Ik ging me echt aan het hart. Dus mijn ouders hebben me echt heel erg blij gemaakt met nieuwe Apple Watch. En hij ligt hier nu aan de oplader. Ik ben ook allerlei dingen aan het opladen hier voor morgen. Want dan gaan we dus 's ochtends trainen en alles de rest inpakken. En dan gaan we vertrekken naar Ermelo. Dus dit was zeg maar een soort van de inleidende dag van de internationale wedstrijd in Ermelo. Ik moet wel nog best wel veel doen in Ermelo, ook op de internationale wedstrijd. Maar volgens mij, omdat we de camper bij ons hebben, heb ik best wel veel tijd om ook echt relaxte dingen te doen en een beetje te werken. Fluff gaat mee. Die staat hier weer bij mij. Die is klaar om naar bed te gaan met mij.
gaat redelijk met mijn rug. Ik ga nu weer even pijnstillers slikken. En die heeft mijn moeder in mijn tas gedaan als een soort kind die naar school gaat. Dit is trouwens een heel erg speciaal schilderij. Dit is echt typisch Stijn. Dus niet mijn keus. Ik zal ook nog eventjes laten zien wat ik nog voor mijn verjaardag heb gekregen van mijn schoonfamilie. Dus dat is echt heel leuk. Dus familie van Stijn heb ik deze bril gekregen. Zonnebril. Ja. Deze zonnebril. Hij is echt lekker. Lekker groot. Het is een soort minion goggle. En hij is van Chanel. Dus ik ben echt super erg verwend. En daarmee vond ik het een hele mooie verjaardag. Ben ik echt super, super gelukkig. Ik ga nu mijn tas nog even gauw inpakken boven. De laatste dingetjes. Stijn is me nu alweer aan het appen. Die is aan het wandelen. Zonder hond. Ik ga nog eventjes mijn tas inpakken. Want dan morgen moet ik die natuurlijk... Ik woon hier in Den Bosch. En mijn tas moet naar de camper die bij mijn moeder staat. Dus dat ga ik nog eventjes doen boven. En dan ga ik lekker slapen. Nou, hier staat mijn tas. Daar heb ik allemaal dingetjes in gedaan. Schoenen. Witte rijbroeken. Wedstrijdshirtjes. Trainingsshirtjes. Jassen. Alles. Gewoon normale mensenkleren. BH's. Normale BH's. Sport-BH's. Everything BH's. Nu moet ik alleen nog mijn toiletspulletjes inpakken. En ik heb er geen zin meer. Ik ben echt heel erg dood van het vallen. Niet letterlijk. Wel figuurlijk. Dus dat ga ik nog even doen. Ik heb altijd heel veel checklists. Dus dat is wel heel makkelijk. Ik ben echt zo'n persoon die van lijstjes houdt. Houden jullie ook van lijstjes? Laat het dan even in de reactie hieronder weten. Ik wil altijd een checklist hebben staan. Want dat geeft mij rust. Want als ik dan alles voor mijn checklist af heb, dan hoef ik niet meer na te denken. Zo van dit. Dat is altijd hetzelfde. En dan kan ik gewoon met een gerust hart gaan slapen. Anders loop ik heel de nacht. Anyway. Ik ga nog eventjes mijn sport-BH. Maar die moet ik denk morgenochtend sowieso weer aan. Want ik ga rijden. Dus die ligt nog daar. Ik heb één fijne die ik per se aan wil. Dan ga ik eventjes nog die toiletspullen verzamelen met mijn checklist. Nou, dit is dan ook meteen de laatste keer dat Stijn in een opgemaakt bed gaat slapen. Want die maakt er altijd een soort stil leven van. Zeg maar, hij noemt het al de croissant voordat hij uit bed gaat. En dan kan ik het zeg maar s'avonds weer rechtleggen. Daar dus ook altijd helemaal strontchagrijnig van. Kan ik ook niet tegen dat er daar nu zo iets zit. Dus ik ben hier ook niet goed in. Niet geslaagd voor het moederschap. Ik ga deze vlog afsluiten. Mijn toiletspulletjes zitten erin. Ik heb make-up. Want ja, dit. Kijk dan jongens en meisjes. Dit gaat echt niet goed. Ik hoop dat jullie deze leuke vlog vonden. Als intro op de internationale wedstrijdvlogs. En ik ga nu lekker slapen. Want ik hoop echt dat ik morgen kan rijden. Want ik ben gewoon echt heel erg genaaid. Maar ja, meestal sla ik me wel doorheen. Ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.